Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video van Bomenvermogen. En in deze video even een korte trading update, want ik heb niet heel veel gedaan meer sinds de laatste trading update video. Dus laten we gewoon maar even kijken wat er sinds die video gebeurd is. En laten we beginnen op Bybit. Ik had daar een trade open op Solana. Nou, zoals je hier ziet bij de posities heb ik geen trade meer open. Zoals we de vorige keer zagen had ik mijn entries. Ik had drie entries. Zoals je hier ziet eentje rond de $111. Of net iets onder de 112. Rond de 114 en rond de 116. Dus mijn gemiddelde lag rond de $114 voor deze trade. Ik heb toen tijdens die video heb ik mijn stop loss heb ik net iets daarboven gezet. Zodat ik eigenlijk nooit meer verlies kon leiden op deze trade. Nou, als we dan even kijken op basis waarvan had ik die trade dan geopend. En dat was eigenlijk op basis van drie dingen die heel mooi samen kwamen. Wat je ook wel confluence noemt. Nou, dat was als je kijkt naar deze Fibonacci retracement van deze low naar deze high. Dan kom je hieruit rond het 0,5 level. Dat is een heel belangrijk level bij de Fibonacci retracement. Maar daarnaast zat hier een POC, dus als je kijkt naar het volume, zat hier een punt waar veel gehandeld werd. Dus dat is op het gebied van volume een heel belangrijk punt geweest. En daarnaast hebben we nog de vieruurlijkse demand. Nou, zoals je ziet loopt die ook samen met de POC en de, met 0,5 level. Dus ik had zo in dit gedeelte ongeveer een trade geopend. Gemiddeld lag ongeveer hier denk ik, stop loss net wat erboven gezet, TP's ver hier boven, maar goed, daarna is de koers dit gaan doen, dus hier ben ik uitgestopt. Dus deze trade heeft me niet zo heel veel opgeleverd, maar goed, dit laat wel meteen maar zien dat het op zich wel goed is om je stop loss net boven je entry te zetten, je gemiddelde entry. Want zoals je hier ziet, anders was ik uitgestopt een stuk lager. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd of ik onder deze wick of onder deze wick de stop loss had gezet. Maar goed, dan maak je dus veel meer verlies. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook dat de koers dit had kunnen doen. Dat je hier dus wel uitgestopt bent, maar dat hij daarna weer verder omhoog ging. Ja, in dat geval is het dan net weer jammer dat je uitgestopt bent. En dat je hem niet ruimer hebt genomen. Want als ik hem bijvoorbeeld hier had staan mijn stop loss, ja, dan was je niet uitgestopt geweest. Had je misschien nog een paar lagere entry orders kunnen vullen. En dan was je omhoog gegaan. Maar goed, dat zijn allemaal verschillende strategieën. Ja, dus hoe strak zet je zo'n stop loss? Dat is echt totaal afhankelijk van hoe je zelf treedt. Hoe risicovol je treedt, et cetera. Maar goed, in het geval van deze was het een goede beslissing zoals je ziet. Omdat we helemaal tot aan de golden pocket inmiddels zijn gekomen zoals je hier ziet. Zelfs nog een stuk daaronder. Nou, dat had voornamelijk met Bitcoin te maken natuurlijk. Als we even kijken. Sinds dit punt, hier maakte ik ongeveer die Solana trade. Ja, is het hier naar beneden gegaan. Even gaan consolideren en toen hebben we een nog grotere dump gehad. Dus ja, dan is het logisch dat de koers van de altcoins daar ook op reageren en dat die meedumpen. In ieder geval het grootste gedeelte, ja, zie je dat dat dan ook meedaalt. Dat is het even wat betreft mijn Solana trade. Dus net uitgestopt, geen verlies opgeleden. En dat was ook mijn enige trade op Bybit. Mocht je trouwens nog geen account op Bybit hebben en jij wilt daar ook gaan traden, meld je dan even aan via de link in de beschrijving van deze video. En ik zal hem ook nog even in een vastgepinde reactie zetten onder deze video. Want dan krijg je tot $4100 bonus als je je via die link aanmeldt. En die krijg je echt al heel snel. Je krijgt bijvoorbeeld al een bonus als je een bepaald bedrag stort. Je krijgt al bonus als je een paar trades gedaan hebt.
et cetera. Dus die grotere bonus van $4.100, die is opgedeeld in meerdere kleine bonussen. En ja, ik heb echt elke week wel hier een paar tientjes, daar een paar tientjes gekregen. Dus het is in principe gewoon gratis geld en heel mooi meegenomen, omdat je daar verder eigenlijk niets aparts voor hoeft te doen. Nou, dan nog de tweede trade. Die heb ik ook al in de vorige video laten zien. Laten we even de chart openen. Dat was op KuCoin. Dat was mijn MetaTrade. Dus die is bekend onder MTRG. En waarom had ik deze trade geopend? Ga ik even naar een hoger timeframe. Nou, die had ik geopend. Hier ongeveer. Ik zal even kijken. Dat was rond 7 april. Ja, dus dat was hier zo ongeveer. Dus daar heb ik die trade geopend. Omdat ik hier natuurlijk die enorme cup en handle zag. Nou, dat zie je hier terug in KuCoin. Ik heb dan ook een order rond de $2.10. Dus daar heb ik wat MTRG gekocht. Dit is trouwens spot. Dus wat je net zag op Bybit waren futures, USDT futures. En dit is een spot trade, dus gewoon zonder leverage. Maar ik had in ieder geval rond de $2.10 en net boven de $2 gekocht. Dus mijn gemiddelde zal rond de $2.05 liggen, want die orders waren ongeveer even groot. En je ziet dat ik nog een andere order open had in het geval dat die nog iets verder ging retracen naar de $1.85. Maar tot nu toe zijn deze twee orders gevuld. Dus ik zit rond de. Laat me even het intekenen. $2,05 zei ik. Dus rond dit punt ben ik ongeveer ingestapt. Of in ieder geval, dat is mijn gemiddelde. Dus misschien dat ik al inmiddels een best leuk percentage aan winst heb. Tot de top was het maar liefst 66%. En tot waar we nu zijn is het nog 42%. Ik heb geen TP's genomen. Doe ik ook wat minder snel bij spot. Bij futures doe ik dat altijd wel wat sneller. Maar zoals ook in mijn vorige video gezegd, ik zie dit ook naast een trade, zie ik het ook wel als een mooie long-term hold. En ja, ik ga zelf nog niet daar nog niet verkopen. Zou natuurlijk wel kunnen als je dat bijvoorbeeld zou willen doen. En je kijkt hier op het daily timeframe. Ja, dan kun je eigenlijk al heel snel mooie levels vinden waarop je zou kunnen verkopen. Bijvoorbeeld het level waar die nu ook op zit, is al een heel mooi level. Als we dan kijken, dan zie je meteen hier eigenlijk wel een heel mooi leveltje liggen. Dan. Nou, dat is op zich ook nog wel een mooie. Deze hierboven. Nou, zo kun je eigenlijk voor jezelf altijd al leveltjes in tekenen om zo je take profits te nemen. Maar goed, dat is dus ja, je eigen keuze of je dat wilt doen. Mocht die richting dit blok gaan hier, dan ga ik sowieso wel wat profits nemen. Maar ik laat zeker nog wat doorlopen of ik hold gewoon met als target een prijs wat nog hierboven komt. Maar goed, dan zal ik jullie in de volgende video wel weer over updaten. Voor nu ga ik deze video hiermee afsluiten. Dus bedankt voor het kijken weer allemaal. Als je dit een leuke video vond, geef wel even dat duimpje omhoog. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op het kanaal en op het belletje te klikken. Want dan krijg je altijd weer een notificatie als ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende video. Ciao!